is hoe ik mijn haar stel en dat ga ik vandaag jullie laten zien. Ik gebruik hiervoor producten van Tom Sebastian, onder andere de Curl Activator. En dus als je wil weten hoe ik dat doe, blijf dan kijken. Wat gebruik ik allemaal? Ik gebruik de Volume Boosting Spray, de Curl Activator dus, de Volume Mousse en de Moulding Putty. Verder gebruik ik nog een haarlak om het geel de hele dag goed te laten zitten. Deze is van Syoss. Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor een haarlak. Ik gebruik van alles, ook van Wella, die is ook wel fijn trouwens. Verder nog gewoon een borstel, een kam eventueel en een föhn. Mijn haar is op dit moment nog nat en ik heb het al een beetje in model gekamd. Ik weet dat het eigenlijk niet goed is om je haar te borstelen of te kammen als het nog nat is, omdat het dan makkelijker af kan breken. Maar als ik dat niet doe, dan droogt mijn haar op zoals het op dat moment zit en dan krijg ik het niet meer in model. Dus ja, ik heb moeten kiezen en ik doe het gewoon heel zachtjes, heel voorzichtig en dan kan het volgens mij bijna geen kwaad. Goed, ik heb dus gewoon in model gekamd, gewoon een scheiding getrokken vanuit het midden van deze wenkbrauw ongeveer. En dan zit het dus zo. Het zit heel erg plat en bijna geen volume. De slag is ook nog niet te zien. Dus dat gaan we nou, daar gaan we nou voor zorgen. We gaan zorgen voor volume, vooral hier, en slag. Ik heb een beetje slag van mezelf, een beetje, heel klein beetje krul. En dat gaan we nu activeren. Dus als je zelf slag hebt of krul, dan zou je het ook op deze manier kunnen doen. Als je gewoon stijl haar hebt, dan krijg je niet hetzelfde effect, denk ik. Misschien dat je wel iets zal zien, maar het zal bij lange na niet zo zijn als bij mij. Je kunt het in ieder geval wel proberen. Goed, ik ga beginnen met de Curl Activator. Daar heb je maar heel weinig van nodig. 1 pompje is voldoende voor je hele haar. Zoveel. Wacht, ik zal het even goed laten zien. Dan ziet het niet echt door het licht. In ieder geval 1 pompje. Dat verdeel je over je handen. En ik doe heel veel op zijn kop. Ik föhn op zijn kop, ik doe producten in mijn haar op zijn kop. Dus dit ook. Ik ga gewoon op mijn kop hangen en dan verdeel ik het over mijn haar. Waarom eigenlijk? Omdat je haar aanzet, gaat dan omhoog staan en krijg je automatisch meer volume. Verdeel het gewoon over je haar. Gewoon zorg dat overal iets zit. Kneed het er een beetje in alvast. Pak gewoon je haar en kneed het erin. En je ziet nou dus al dat ik iets meer slag heb. En dit is nog gewoon op nat haar, dus dan kun je nagaan hoe het zo meteen is als het droog is. Nu ga ik de volume spray gebruiken. Deze dus. Oh, je ziet het heel slecht in het licht. Maar goed, het is de volume spray. En dat ga ik, ik til mijn haar iets op. En ik spray het zo een beetje bij je haar aanzet. Hier is het niet nodig, want hier wil je geen volume. Dat wil je vooral hier. Zo, een beetje hier nog. En dat is voldoende. Nu ga ik de mousse gebruiken. De Moisturizing Volume Mousse. Deze vind ik echt heel fijn. Ik merk dat als ik deze niet gebruik, dan mijn haar gewoon veel minder lang blijft zitten. In model. Ik gebruik ongeveer zoveel. Niet veel. En je verdeelt het gewoon over je haar. Zorg dat overal iets zit. Hier zit trouwens ook een heat protector in. Dus dat beschermt je haar tegen het hitten van de steltang of de föhn die wij in dit geval zo meteen gaan gebruiken. Zo, overal zit nou een beetje mousse. In die Volume Boosting Spray trouwens, die ik hiervoor gebruikte, daar zit trouwens ook een heat protection in. Oké, nu is, je ziet dat ik iedere keer mijn haar blijf kneden. Waardoor ik die slag blijf activeren. gaan we het haar veunen. En dat doe ik ook weer op zijn kop. Om diezelfde reden dat dus de haar aanzet omhoog gaat staan en dus automatisch voor meer volume zorgt. Als je haar veunt, dan moet je er ook weer in blijven knijpen. Je hebt ook zo'n grote kap die je erop kan zetten met allemaal van die pinnen. Ik weet even niet meer hoe dat heet. Als je die hebt, dan kun je die ook gebruiken. Maar ik zorg nu gewoon met mijn vingers, met mijn handen voor hetzelfde effect. Gewoon dus door je haar blijven gaan en blijven knijpen. Nou, mijn haar is nu zo goed als droog. Het is niet erg als het nog een klein beetje vochtig is. En nu ga ik het dus weer opnieuw in model kammen, want dat is door het veunen een beetje verpest. Dus gewoon een beetje opnieuw. Even kijken waar dit zit zo. En je ziet dat ik nu al meer volume heb, iets meer slag, maar die slag mag nog wel meer. En daarom gebruik ik nu de Moulding Putty. Hier heb je echt maar een heel klein beetje van nodig. Dit is wat ik gebruik. En dat verwarm je tussen je handen. Zo, en dan ga ik weer op mijn kop hangen. Ook dit kneed ik in mijn haar. Zo. Weer een beetje terug in model brengen. Nou, zoals je ziet heb ik behoorlijk veel slag al. Even bij handen wassen. En nu ga ik het alleen nog een klein beetje in model kammen. Ik wil dit iets meer naar achter, niet in mijn gezicht. Ik doe met de kam zodat ik het iets preciezer kan doen dan met de borstel. En ik vind dat ik hier nog te weinig volume heb. Het gaat soms naar beneden en dan begint hier de slag. Dus wat ik ga doen is een klein beetje touperen. Maar niet echt touperen, maar gewoon een heel klein beetje. Touperen is dus dat je in tegengestelde richting gaat kammen. Zo. En weer terug. Nou, ik heb behoorlijk veel volume, behoorlijk veel slag. En dit wil ik gaan zetten. Dit wil ik dat het zo de hele dag blijft. En dan spreek ik dus nog wat haarlak in. Houd je haar omhoog, zodat je de haarlak eronder kan spuiten. Zo blijft het volume langer in je haar. Zo. Doe de achterkant. En de lok. Hou je hand voor je ogen. En spreid het er zo in. Als je wil kan je nou een heel klein beetje bijwerken. Zo. En dit is hoe ik mijn haar doe. Bedankt voor het kijken. Doei!